zakenman en directeur-eigenaar van Rudisa Holding Maatschappij. Dilip Sarju is gisteren na een langdurig ziekbed overleden in Nederland. Sarju wordt gezien als een van de invloedrijkste ondernemers in Suriname en in het Caribisch gebied. Sarju richtte in 1975 Rudisa Holding Maatschappij NV op, die inmiddels is getransformeerd tot een internationale handelsonderneming. Sarju was ook politicus. Hij was ooit eens penningmeester van de VHP, maar stapte in 1994 samen met een aantal personen uit de partij en richtte de Basispartij voor de Vernieuwing en Democratie, BVD, op. Dilip Sarju werd 73 jaar oud en laat zijn vrouw, dochter en kleinzoon achter. ATV condoleert hierbij de nabestaanden en wenst hen sterkte toe in deze dagen.